Luc, worden de energieprijzen terug duurder? Wel, ze gaan niet meer zo duur zijn als de voorbije jaren. Zeker in vergelijking met een jaar geleden zijn die energieprijzen zelfs goedkoper geworden. Maar ze blijven toch nog op een hoog niveau. Maar, goed nieuws, wij zelf kunnen daar iets aan doen. Er bestaan nu namelijk nieuwe energiecontracten waarbij je je stroom slim kan gaan gebruiken. Bij momenten hebben wij overschotten aan wind- en zonne-energie. En dan worden die prijzen negatief verkocht. En als je dan die overschotten aan elektriciteit verbruikt thuis, dan krijg je gewoon dat geld terug. En dan kan je misschien zelfs minder betalen dan dit jaar voor je elektriciteit. Op vlak van energie zit er nog wel wat aan te komen. We hebben één de verdere uitbouw van de hernieuwbare energie. Heel veel zonnepanelen die er gaan bijkomen, zelfs met de premies die wegvallen. Heel interessant, heel goedkoop, een no-brainer. Op zee hebben we echt een wereldprimeur. We gaan daar een zogenaamd energieeiland bouwen. Dit is de maquette van het energieeiland dat België bouwt in de Noordzee. Voor onze windmolens. Zodanig dat we ook parken van het buitenland met elkaar kunnen verbinden en die stroom tot bij ons in het binnenland brengen. Als je dat met elkaar verbindt, dan is het potentieel van natuurlijk veel groter. Maar natuurlijk is er ook nog een onderwerp dat opnieuw, denk ik, het komende jaar niet weg te slaan zal zijn. Zeker al niet uit de verkiezingscampagne. Dat is kernenergie. Hè? De jongste kerncentrales in ons land blijven 10 jaar langer open. We hebben onze 2 kernreactoren die we 10 jaar gaan verlengen. Maar de discussie gaat nu zijn, moeten we die nog langer verlengen? En moeten er ook nieuwe kernreactoren kunnen bijkomen? Kan het verlengd worden naar 20 jaar? En waarom is dat zo belangrijk? Omdat we zeer veel elektriciteit de komende jaren extra gaan verbruiken. Er komen elektrische auto's bij, warmtepompen thuis, de industrie begint te elektrificeren. En dat is een evolutie die onverminderd gaat doorgaan en waar we nog heel veel werk zullen moeten worden verzetten. Wij thuis, maar ook onze overheden.